Oh. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. In de video van vandaag ga ik Primark spulletjes testen. Ik kom, als je me kent, weet je dat ik best wel vaak bij de Primark kom. Ik denk dat ik wel elke maand daar wat leuke dingetjes score. En ik heb er best wel veel shoplogs van gemaakt, maar tegenwoordig maak ik niet altijd meer shoplog als ik wat heb gekocht. Maar ik heb nu wel heel veel leuke dingen, echt heel veel, om uit te proberen. Dus dingetjes die je een beetje kunt testen, maar ook bijvoorbeeld een haarbandje die ik dan even in ga doen. En ik weet helemaal niet meer precies wat er allemaal in zit. En laten we er gewoon samen naar gaan kijken. Heb je hier zin in, doe even een duimpje omhoog. En als je hier nieuw bent, vergeet niet te abonneren als je dat leuk lijkt. En dan gaan we nu beginnen. Het eerste is deze bandana. Heet het een bandana? Ik vind die altijd super leuk. Deze was 2 euro en we gaan gewoon eventjes kijken of het me staat. Hij past op zich wel bij wat ik nu aan heb. Even kijken. En het is dus geen stretch. Dus je moet hem zelf knopen. Ik vind vaak dat ik dan een beetje op een... hoe moet dat dan? Op een paasei lijk. Vooral omdat het zo'n strikje heeft. Oh, je kunt natuurlijk... Misschien is het leuker om het strikje onder te doen. Kijk. Of niet? Ik denk omdat ik best wel een groot voorhoofd heb, dat het mij niet zo goed staat. Maar misschien staat het wel. Zie je? Het accentueert heel erg mijn voorhoofd. Dat is het dus. En ik vind het bij heel veel mensen heel leuk staan. Wat vinden jullie? Ook omdat hij zwart is misschien. Zal ik hem inlaten? Ik laat hem gewoon in. Dan heb ik nog wat. Oh, dat is deze bril. Deze bril kost 3 euro. En dit is dus een bril die niet op sterkte is. Ik heb wel sterkte. Ik heb nu lenzen in. En ik ben niet iemand die dan snel een bril... Kijk, als ik een bril draag, dan doe ik dat omdat ik geen lenzen in heb of wil. Of omdat ik het leuk vind. Ik weet niet of ik heel snel een nepbril zou gaan dragen. Maar deze vond ik volgens mij best wel heel erg leuk staan. Ik ben hem even aan het voorbereiden. Ik vond hem echt zo oldschool. Oh, je ziet... Ik weet niet of ik het nog steeds heel mooi vind. Het is wel echt zo'n stijl. Nou, je ziet sowieso dus heel erg nu... Ik zou hier niet mee kunnen filmen, want je ziet nu niet mijn ogen. Hij is wel grappig, toch? Dan ook wat om te proeven. Dit is niet speciaal van de Primark, maar je hebt het wel bij de Primark. Bij op school bijvoorbeeld heb je deze ook in een apparaat. Dit is de Proper Corn Sweet Coconut en Vanilla. En ik hoorde van iemand dat die niet zo lekker is. Ik heb laatst die met... zo'n kruid en roomkaas of zo. Crème fraîche geprobeerd. Ik vond dat er niet heel veel smaak aan zat. Dus laten we deze gaan proeven. Oh, dat was heel zoet. Oh ja. Ik ben best wel een kokosnoot fan. Maar of ik de popcorn en kokos zo'n goede combi vind. Ik zou het niet opnieuw kopen, omdat ik de smaak niet heel boeiend vind, maar hij is wel echt goed geflavored. Je proeft echt vanille en echt kokos, dus hij kostte, maar was hij bij de Primark 1,50 en op stations of zo heb je ze volgens mij wel voor een euro, dus dat is niet per se heel goedkoop. Oh, ik heb nog een banana. Zullen we die ook proberen of denk je van, dat hoeft van mij niet? Ik doe even mijn bril af. Ik wil wel even kijken, omdat deze is zo donker. Tot nu toe is het nog niet heel veel om te testen, maar wel leuk, lekker random. Even kijken, doe ik deze af. Oh, die zit natuurlijk een beetje vast. Ik vind het heel leuk hoor, zo'n banana. Wat vinden jullie ervan? Dragen jullie het? Of wil je het dragen, maar heb je het nog nooit gedaan of zo? Dan heb ik dit. Dit is voor 2 euro Peppermint Cooling and Reviving Fruit Spray. Wat ik heel erg heb, als mijn handen warm zijn, zoals het is nu best wel warm. Is mijn batterij leeg? Jeetje. Als mijn handen warm zijn en mijn voeten, dan ben ik helemaal warm. Zoals nu zijn mijn handen echt warm en mijn voeten ook. Ik heb nou echt niet hele mooie voeten. Even kijken. Eeuw! Ik heb echt iets heel vies op mijn voet. Nou, jammer dan. Sorry voor de mensen die er niet tegen kunnen. Nou. Wat zeggen? Best wel verkoelend. Ik voel niet echt mint of zo. Die ruikt het wel. Ik zou het niet aanraden, denk ik. Dan heb ik PS Metals Nail Polish. En daar was ik al best wel een tijdje benieuwd naar. Ik heb nu wel nagellak op, maar dit is... Ik bedoel,
roze of zilver. Oh, ik heb de roze variant gekozen. En ik ben heel erg benieuwd hoe goed deze nagellak is. Dus ik ga het gewoon even over mijn nagel heen lakken. Wauw. Over mijn nagel. Ik bedoel over mijn nagellak. Zo. Oeh. Zo hé. Ik weet niet of ik de kleur per se heel erg mooi vind. Dit is de roze variant. Deze heet... Oh, Supernova. Er komt een hele sterke geur vanaf. Niet zozeer echt een nagellakgeur. Kijk, dit is het. Dus hij is wel heel erg mooi. Maar ik zou dan toch voor de zilveren variant gaan, denk ik. Of goud. Ja, ik hou hier persoonlijk niet zo heel erg van. Maar hij is zeker goed voor 2 euro. Ja. Nice. Dan, dit kan ik niet echt testen, maar ik wou het gewoon ook even laten zien. Deze was 4 euro. En dit is dus een drinkbeker. En ik vond hem zo cool. Mijn kat heel erg miauwen. Ben ik weer, ik heb even het plukje weggedaan. Is dat beter of niet? Ik weet niet. Ik vind het niks voor mij. Omdat ik gewoon echt een te groot voorhoofd heb. Deze beker, ja, daar valt niet veel over eigenlijk aan te testen. Maar ik wil hem eventjes laten zien. Ik vind hem zo leuk. Alleen hij sluit een beetje raar. Je moet hem, volgens mij moet je hem draaien. Is hij nu gewoon goed dicht. Maar dan is het heel moeilijk om hem weer open te krijgen. Maar ik vind hem super cool. En het is echt zo'n isoleer ding. Dus het blijft denk ik koud en warm. Dus super leuk. Er komen nog wel echt meer testachtige dingetjes aan hoor. Oh, dit is zo random, maar ik zag dit. Ik heb het dus al, tenminste Ruben heeft het al een beetje getest. Want we waren te benieuwd. Dit is zo'n bubblegum voor 1,50. En volgens mij werd het best wel een glitterbol. Let's see. Dit is de bubblegum. En dit is het potje. Bubble solution. Waarschijnlijk gewoon afwasmiddel. En... Medium. Het is wel leuk. Voor 1,50. Ik denk dat je er veel kinderen blij mee maakt. En er ook zoet mee houdt. Nog wat om te proeven. Deze heb ik al heel vaak eigenlijk daar bij de Primark gezien. Nooit geprobeerd. Weer iets met kokos. Maar je hebt dus de versie met chocola en zonder. En lightly roasted en crunchy. Wel een super leuk zakje ofzo. Ik ben benieuwd. Oh. Het ziet er niet heel lekker uit. Maar dat is misschien omdat het al... Heel vaak in mijn tas, dan wil ik filmen en neem ik het in mijn tas mee. En dan komt het er weer niet van ofzo. Even kijken. Het ziet er wel lekker uit op zich. Mmm. Ik zei al, voor ik het echt had geproefd. Mmm. Dit is heel lekker. Wauw. Dit is echt gewoon... Mmm. Bounty, maar dan wat gezonder denk ik. Wauw. Super lekker. Echt? Dit koop ik 100% nog een keer. Dit is gewoon... Ik doe me ergens aan denken. Gewoon heel goed kokosijs met chocolade overheen ofzo. Maar nu... Zie je? Dat witte? Want ik vind bijvoorbeeld... Gewoon kokosflakes die alleen gedroogd zijn. Minder lekker. Die smaken ook zo extreem kokosachtig. Dat ga ik sowieso nog een keer kopen. Dit is echt heaven. Hoe slecht is dit? Even kijken. In het hele zakje zitten 220 calorieën. Nou... Vind ik meevallen. Heel lekker. Oh jongens. Ik heb de meest random dingen waar je niet eens echt iets voor kan testen. Maar ik zag ook dit. Dit is een sparkling unicorn soap. Nu denk je misschien, oké Charlotte, ga je die nu testen? Nou, ik vind dat dus weer zonde om dit dan te testen. Maar het ziet er zo leuk uit. Ja. Lekker, want hij heeft een echte zeepgeur. Het lijkt een beetje op van die zeepjes die je in Frankrijk en zo op de markt hebt. Weet je wel, van die handmade of zo. Er zit echt zo'n frisse zeepgeur aan. Maar volgens mij heeft hij er ook een zoet geurtje in zitten. En als het goed zitten er dus glitterstukjes in. Maar dit lag gewoon bij de kinderafdeling. En dat zie je dan als je bij de kassa bent waar je kunt terugbrengen in Almere. Superleuk. Trouwens, sommige dingen komen uit Amsterdam en sommige uit Almere. Oh, ik heb nog super veel leuke dingen. Echt om te testen ook. Dit is voor 3,50. Vond ik nog best duur. Maar zo'n glow highlighter stick. En volgens mij had ik hem wel getest in de winkel. Zag hij er heel erg mooi uit. De glow and highlight stick. Het ziet er heel mooi uit. Echt heel mooi. Het lijkt een beetje op die Labello. Heel die roze. Kijk, zo zonder voorhoofd is het al veel beter.
Ik heb al wel een andere highlighter op. Volgens mij is hij heel goed als ik het zo zie. Wat moeilijk om te... Zal ik maar eens even hier doen. Wow, het lijkt heel erg op die Labello, want het is echt zo'n lichte roze glans. Maar hij is best wel aanwezig. Ik hou meer van dit soort highlighters dan echt van die stukjes glitter highlighters, als je snapt wat ik bedoel. Dus meer zo'n, dat het één geheel is, de glans. Dit vind ik veel natuurlijker. Super mooi, hè? Ik ga overmorgen op vakantie. Ik ga deze zeker meenemen. Vinden jullie hem ook mooi? Ik heb nog iets van make-up, maar ik heb ook nog een paar haardingetjes. Maar nu werk ik voor het laatst, want dan ga ik mijn haar los doen. Laten we dan meteen naar deze doorgaan. Deze is maar 5 euro. Ik heb hem nu al een tijdje, maar hij is er nog wel. De Highlight and Glow Bronze Kit. En ik ga het gewoon... Ik ben geen make-up expert. Ik ga het gewoon even voor jullie swatchen, dat we even gewoon samen kunnen kijken of het goed is. Nou, komt ie. Ja, heel mooi. Er zit een cellofaantje overheen. Dat was in ieder geval goed vast. Dat is fijn. Het ziet er altijd een beetje mooi uit. Dat je denkt, het ziet er niet heel nieuw uit ofzo. Maar de kleurtjes zien er mooi uit. Ja, er zit zo'n uitleg bij. Maar dit is totaal niet duidelijk welke kleur je eigenlijk voor wat moet gebruiken. Dit is de roze. En ja... Kijk, ik zal die eerst even weghalen, die stick. Dit is de... Kijk, het zal veel minder heftig, dat wel. Ik ga er nog één keer overheen. Hij is zeker wel aanwezig. Je ziet het op camera wat erin. Kijk, zie je? Niet heel opvallend, maar zeker wel zichtbaar. Net als die stick een beetje. Ik hou er wel van. Dan nu de wittige. Taupewitte, de lichtste kleur. Dat is deze. Subtiel, maar echt wel zichtbaar. Dan de lichtste bruin. Dat is de Sun Down. Wauw! Het is dat ik niet echt... Oh, ik veeg het al van mijn broek en het is helemaal gevlekt. Het is dat ik niet echt van dit soort kleuren hou, maar moet je even kijken. Ik vind dat het toch altijd minder heftig overkomt op beeld. Ja, zie je het? Zo! Heel aanwezig. Ik weet dat heel veel mensen wel echt fan zijn van dat soort kleuren. Oeh, die ook zeg. Ja, ik vind dat nooit het mooiste aan bij mezelf. Moet je kijken wat het achterlaat op mijn vinger. Dat is die. Wauwie, wauwie, wauwie. Ik ga me hier nu niet mee opmaken, maar je hebt de zwartjes kunnen zien. Ik zou zeggen, go get it. Ik irriteer me een beetje aan die nagellak. Ik had al een nagellak remover gepakt. Ik vind die niet mooi, die nagellak. Maar ja, dan heb ik helemaal geen nagellak meer op die nagel. Lekker, pleistertje. Geen nagellak, wel nagellak. Prima. Nu heb ik echt heel erg veel haarproducten. Wauw, ik heb echt super veel spulletjes. Ik heb nog een bril. Ik heb, even kijken, al die haarproducten. Ik heb dit ook. Dat zag ik ook bij de kinderafdeling. Voor 1,50. Vond ik heel erg leuk. Voor aan mijn autosleutel. En nog een bril. Volgens mij stond deze maar best wel goed. Weer dus een neppe bril, zeg maar. Deze was 3 euro. Ik vind wel altijd dat dit er zo rot vanaf gaat. Dat is echt een peel hier, maar dat is niet om het eraf te krijgen, geloof ik. Dat is van die broodzakjes, dat je denkt, oh, hoe krijg ik dit eraf? Weet je wat ik denk, jongens? Ik heb echt best nog wel wat spulletjes liggen. Ik denk dat ik een deel 2 ga maken. Deze. Jammer dat je het niet... Kijk, zo zie je het goed. Zo schijnt niet echt de zon. Erop. Hij staat goed of niet? Ik vind het heel jammer dat je zo mijn ogen niet ziet. In het echt is dat minder erg. Je ziet nu echt geen ogen. Zo. Zo wel. Hij staat wel leuk, hè? Ik vind hem echt leuk staan. Echt juffie. Oké. Ik heb nog heel erg veel spullen. Ik heb een glitter riding mist voor je haar. Ik heb haarglitter poeder. Ik heb nog een zeemerminnen badmuts. Haarglitter, sleek en smooth argan oil, watermeloen handcreme, slaapspray. Ik maak gewoon lekker een deel 2, want anders vind ik dit te lang worden. Dus ik hoop dat je deze video leuk vond. Wil je een deel 2 zien? Dan ga ik gewoon nu opnemen hoor. Gewoon dezelfde outfit, dezelfde dag. Maar even een aparte video. Dus doe even een duimpje omhoog als je deel 2 wil zien, als je dit leuk vond. En laat even in de comments achter wat je van de spulletjes vond. En wat je wil. Vergeet niet te abonneren als je nieuw was. Ik ben heel bang dat ik chocolade tussen mijn tanden heb. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot deel 2. Doei!